Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coop Hulsbos, AGK Elektro, Vogelenzangs Administratiekantoor, Decom Senior, Schildersbedrijf Roelen, Giant Store van Baar, Jules TV. Vorige keer in aflevering 1 zijn we wezen kijken bij een paar deelnemers die mee hebben gedaan met de muziekwedstrijd. Zaterdag tijdens de boerenborrel op de prairie werd de prijsuitreiking gedaan. De aanmoedigingsprijs ging naar het Volkswagenbusje. Gedeeld derde werden Max Verstappen en de Schommelsteen. Tweede prijs ging naar David Bowie. En de eerste prijs ging net als vorig jaar naar Luke Luke Vogelvrij. Uiteraard was er zondag ook weer een proeverij. Hey Paul, hoe is het? Ja, goed. Mooi weer. Je hebt 2-1 weer in de lijst vaart gezet. Was het wederom weer een hele klus? Nee, viel wel mee. Nee, viel echt mee. Een hoop voorbereiding, maar ja, dat is niet anders. En uiteindelijk met behulp van Martijn eentje doen. Nee, met behulp van Martijn ging het prima. Dankjewel Fred. Fred, bedankt. Het is alleen jammer dat het zaterdag zo waaide. Ja, dat is sowieso, want een van de ene was omgewaaid, zag ik. Ja, die was omgewaaid. Ja, dat was miscalculatie. Ja, soms kan je dat wel hebben. Ja, gelukkig stond de grote een nog... Ja, maar die zat gelukkig vast met op een paal, moet ik maar zeggen. Ja, die staat, ik kan wel zeggen, maar dat is niet anders. Naast mij staat Rick van der Raad, Dick van Harlingen en Maartje. Die hebben meegeholpen aan Moziek nummer 26. Dat waren de Daltons. Ja, ik heb 2 steekjes gestoken. Wat zeg je, Rick? Ik heb 2 van die dingen erin gestoken. Dat was jouw bijdrage? Ja, ja. En ik heb een biertje gedronken. 1 biertje of ook 2? 1. Eentje maar. Dick, heb jij wel meer meegeholpen aan Moziek? Gewerkt als leeuwen. En dat zie je ook aan het eindresultaat, hè. En dat was ook het leukste, de reis er naartoe. Nou, het is mooi geworden. Vond je het leuk om een muziek te maken ook? Vooral het maken, ja. De gezelligheid natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Met je vrienden, met je maat, teamwork. En dan, ja, we wisten niet wat we moesten verwachten en dan zoiets neerzetten. Hij zag er prachtig uit. We gaan kijken of we straks Ian ook nog even kunnen vinden. Die zit ergens verstopt. Die was de opzichter natuurlijk. Meneer van Kennemer Duinet, voor de eerste keer op de proeverij in Vogelenzang. Hoe bevalt het u? Ja, heel goed, hartstikke leuk. Mooi weer. We willen wel meer. Gaat de verkoop goed? Ja, hartstikke goed. Gaat echt leuk. Naast mij staat de Volendammer vishandel uit Bennebroek. Even een vraagje. Heb je het allemaal zelf gevangen? Ik heb niks zelf gevangen. Je hebt niks zelf gevangen? Helemaal niks, nee. Dat laat jij gewoon doen? Dat laat hem vangen, zo gaat dat. Door je Volendamse vrienden? Nee, nee, gewoon door de vissers op zee, hè. Oh, oké. Okay. Haring zit niet in IJsselmeer, hè. Oh ja, nou, daar leren we gelijk weer wat. Leren we gelijk, hè. Ja. Hey, gaat het goed? Ja, prima. Naast mij staat Aad van Beveren. Aad, je bent de visie aan het bestellen? Ja, ik ben een potje... Een potje vis? Ik neem een dingetje voor Ger mee. Die zit thuis. Dus Ger zit op de vis te wachten? Ger die zit erop te wachten, ja. Nou, eet smakelijk voor straks. Wordt goede doel. Ja, goede doel, dat zeker. Ja, daar zijn ze weer. Passie voor eten. We gaan nu even de jonkies interviewen. Hoe gaat het, Nienke? Ja, het gaat heel goed. Al aardig wat verkocht. Frans Krapino wat in de smaak. En wat verkoop je nog meer? Balsamico, een soort van azijn. Chocoladebolletjes met hazelnootcreme. En verschillende stukken taart. Ah, lekker. En ik zie ook een fles wodka staan. Maar mag jij al wodka drinken? Nee, alleen boven de 18. Oh, alleen boven de 18. Ze schenken het wel, maar jullie drinken het zelf niet? Nee. Ja, dan gaat het goed, verstandig, hè? Ook op vogelvrij, onder de 18 geen alcohol, hè? En dan lagen wij... Kijk, er is ze eindelijk. El, hoe gaat ie? Het gaat heel goed, Job, bij mij. Ja. Heb je het naar je zin? Ik heb het heel erg naar mijn zin. En lekker Elmo en... Peter heeft niet geplakt. Ellen heeft Elmo gemaakt in het dorp, gewoon niet te zien. Bert en Ernie had je toch gemaakt? Bert en Ernie, ja. Nou, daar heb je hard aan gewerkt, toch? Heel hard aan gewerkt, maar ik vond het heel leuk. Ja? Volgend jaar weer. Oké, nou, wat ga je dan maken, Elmo? Ja. Maar er zijn geen rode jacinten, dus het wordt lastig. Dus dat wordt lastig. Dat moet hem niet. Mag ik even storen? Han. Even vragen, is die baard ook echt? Niet helemaal. Is het een plakbaard? Ik heb hem een beetje bijgeplakt. Maar je hebt wel een goede hoed op. Ja, dat hoort er wel bij. Je bent een echte cowboy. Juist.
En zo willen we ook houden. Helemaal goed aan. Dankjewel. De zon schijnt. Lennart heeft zijn hoofdje ingesmeerd. Lennart, hoeveel muziek heb je gezien? Ik heb er een stuk of 8 gezien. 8 van de 42 is een mooie score. Wat vind je er verder van? Ik vind het top. Super gezellig. Hartstikke goed. Goed georganiseerd. En volgens mij heeft iedereen er naar de zin. Dus perfect. Dat sowieso. Naast Lennart staat de legendarische Mike van de Raad. Mike, hoe gaat-ie? Ja, lekker, lekker. Weer. Jullie hebben weer geluk met het weer. Ja, dat dwingen wij af. Ja, ja. Ja, dat blijkt. Ja. Sorry, mag ik even inbreken? Ian, muziek nummer 26 hebben jullie gemaakt. Jij was de opzichter. Hoe zit je bevallen dit de hele week eigenlijk? In principe vrij goed. Gisteren was het weer natuurlijk niet helemaal optimaal. Klein windje, het was koud. Het was heel koud. Ik heb heel veel mensen met mutsen, handschoenen aangezien, maar vandaag... Ja, het ziet er perfect uit, En het is weer gezellig. Ik weet niet hoe jullie het voor elkaar krijgen, maar het is gewoon weer gezellig. Even terug naar de muziek. Je had het idee om een muziek te gaan maken met een van de jongere gasten. Je hebt al je vrienden opgetrommeld. Ja, het was wel een heel grote... Alle vijf. Ja, al je vijf je vrienden. Maar het was een grote muziek om te beginnen. Heel veel werk, maar jullie hebben het toch voor elkaar gekregen. Ja, we hebben het gefixt. Mooier dan we allemaal hadden verwacht. En alle reacties erop zijn natuurlijk fenomenaal. Ja. Weet je, er staan bussen met Chinezen, die komen gewoon uit die bussen lopen, fotootjes maken. Yo, picture for me, for you. Ja, best joh, niet hou. Ja, vind ik mooi. Wel leuk. We hadden misschien wel een prijs verwacht, we hadden het gehoopt. Ik had de publieksprijs, persoonlijk had ik op jullie gestemd, dus die hadden jullie kunnen hebben. Zoals iedereen ook zegt. Meedoen is belangrijk in het winnen. Ja, de Olympische gedachte is natuurlijk het belangrijkste. Ja, tuurlijk. Als een boer met kus zijn, moet ik dit heel erg netjes zeggen. Iedereen heeft een mooi muziekje gemaakt. Iedereen heeft zijn best gedaan. En zo is het maar net. Maar wij waren de beste. Heb je goed zin? Ja. Heb je naar je zin? Ja. Oh ja. Vorig jaar maakte hij die Rapunzel. En hij staat nou weer hier op het plein, Raoul Matthijssen. Raoul, jullie hebben ook weer muziek gemaakt. Ja, dat klopt. Welke? Met een parel toch? Ja, meisje met een parel, ja. Ja, dat is wel heel kunzinnig. Ja, mooi hè. Heb jij dat zelf gedacht? Nee, de buurvrouw, hè. Oh ja, Sira. Ja. Ja, die is kunzinniger dan jou, zeg. Oh, dat sowieso. Dat sowieso. Hey Ben, hoe is ie? Ja, gaat hartstikke goed. Het is mooi weer. Toch wel koud, lijkt wel après-ski, maar wie kijken wat er gezellig uit. Het is echt een plein vol. We vroegen ons af, hoeveel plaatjes heb je al gedraaid? Nou, dat zit toch wel tussen de 70, 80, 90, ja. Zijn korte stukjes soms, lange platen, maar het blijft gezellig. Als het zo druk is, maakt het niks uit. Hey, het zonnetje schijnt lekker, de muziek is zomers, wat wil je nog meer? Nou, helemaal niks. Het lijkt wel een beetje après-ski, wat ik zeg. Après-ski in de zomer. En glühweintje erbij en het gaat helemaal van. Ja, glühwein hadden we wel kunnen regelen. Ja, oké, maar het is weer fantastisch. Mevrouw, u bent een muziekje aan het maken. Ja, dat klopt. Bent u aan het oefenen voor volgend jaar? Nee, ik maak dit voor het eerst mee. En ik ben dinsdag een activiteit voor oudere mensen aan het organiseren. En daar ga ik dus dit mee doen. Dus nu zit ik een beetje uit te proberen hoe dat allemaal werkt. En ik vind het geweldig dat ik dus inderdaad bloemetjes aangeleverd krijg dinsdag. Oh, dat is wel heel goed. Wat ik wou het eerst met van die kreppapieren propjes doen. Yeah. Ja, dit is natuurlijk echt helemaal het einde. Die hele kamer gaat dinsdag geuren. Ze worden vrolijk van die kleuren. Dit is echt... Dat is eigenlijk gewoon helemaal goed. Echt. Meer dan goed. Top. En een cadeautje met alle medewerking. Ja, dat is ook heel fijn. Een doosje kunnen kopen en dat soort dingen. Ja. Ah, dat is helemaal geweldig. Ja. Dus de roem van alle mozaïeken spreidt zich uit naar Gijnen. Tot zover de mozaïeken vanuit Vogelenzang. Dit was het mozaïekenfestijn van 2016. Graag tot volgend jaar. En tot de volgende aflevering bij Chill TV. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Co-op Hulsbos, AGK Electro, Vogelenzangs administratiekantoor, Decom Senior, Schildersbedrijf Roelen, Giant Store van Baan. Chill TV.